Dag 40 alweer. Vandaag vervolgen we weer de Grand Tour of Zwitserland en rijden we richting Lausanne. Het is prachtig weer en we verheugen ons dan ook op deze veelbelovende dag. Onze eerste stop is bij Corsis Dutrint, waar we welkom worden geheten door een stel trollen. We hebben de kloof helemaal voor ons alleen, want er is verder niemand te bekennen. De kloof is 600 meter lang en enkele honderden meters diep. Waar je de kloof inloopt, moet je er ook maar uit, want het wandelpad in de kloof loopt naar 600 meter dood. Nadat we dit fenomeen bezocht hebben, rijden we naar de volgende, namelijk de Piezenvas. Vrij vertaald in het Nederlands, de pissende koe. Het is slechts enkele minuten rijden om er te komen. De lokale uitdrukking, une pleu comme face qu'une pisse, ofwel het regent als een pissende koe, zou een voorbijganger hebben geïnspireerd om de toenmalige Saint-Lanvé-waterval te herbenoemen tot Pissevassé. De waterval is 116 meter hoog en je kunt, als je het wilt, er heel dichtbij komen. Op de parkeerplaats hebben we even gekeken waar we in de buurt van Lausanne ergens kunnen overnachten. En hierbij is de keus gevallen op een camperplaats naast het plaatsje Lausanne. Als we de afslag naar Lausanne nemen, komen we al snel achter dat er geklommen moet worden. En blijkt dat Lausanne op 1260 meter hoogte ligt en dat hadden we even niet zien aankomen. Maar goed, we mogen wel graag in de bergen rijden, dus we komen vast wel boven. Bij het laatste stuk wordt het alsmaar steiler en moet de camper er hard aan trekken om de vaart erin te houden.
Uiteindelijk komen we ongedeerd bij de camperplaats aan en zien we dat we niet de enigen zijn. De camperplaats is zeer basic, maar heeft wel alle voorzieningen. We hebben nog wel even de tijd om de omgeving te verkennen en we kunnen al snel genieten van prachtige uitzichten. Je kunt hier ook helikoptervluchten doen, maar daar wagen we ons maar niet aan. We wandelen weer terug naar de camper en houden het voor vandaag voor gezien. Bonjour, madame. Na een wat onrustige nacht, want onze Fluff was wat ziekjes en had overgegeven, stonden we om 7:30 naast ons bed. Het belooft weer een warme dag te worden. Voordat we weer gaan rijden, genieten we eerst nog even van de prachtige omgeving. Via de weg waar we gisteren naar 1200 meter hoogte zijn geklommen, moeten we nu weer 1200 meter afdalen. Een andere mogelijkheid is er niet. We rijden dicht op de rotszand en daarom hebben we zekerheidshalve de rechte spiegel maar ingeklapt. Een touringcar voor ons heeft de grootste moeite om door de haarspeldbocht te komen. We zijn inmiddels bij het meer van Genève aangekomen en rijden via Montreux naar Luzon. In Luzon aangekomen, gaan we op zoek naar een parkeerplaats. Dat wordt de gratis parkeerplaats bij het Velodrome. Als we op weg gaan naar het centrum, merken we al dat het heel erg warm is. En daarnaast is het nog een hele tippel om uiteindelijk in het centrum te geraken. Het moet gezegd worden, Luzon valt ons een beetje tegen.
en valt weinig te zien. Het is er druk en vooral het is heel erg warm. We besluiten dan ook om terug te gaan naar de camper. Eenmaal bij de camping aangekomen, zoekt Fluffy meteen de schaduw op en wij ook. Zo, we hebben het snikhete Lausanne inmiddels weer verlaten en zijn nu op weg naar Le Pont. Dit dorp heeft twee camperplaatsen waarvan wij op één van die twee willen overnachten. En ja hoor. We hebben weer eens een bord van de Grand Tour of Zwitserland gemist en proberen nu weer op het juiste spoor te komen. Rechts zien we het bord van de Grand Tour en we zijn dus weer op de route. Het is een prachtige route van Lausanne naar Le Pont. Bij het binnenrijden van Le Pont zien we meteen de eerste camperplaats liggen. Het ziet er goed uit, maar we rijden toch door, want we willen ook de tweede camperplaats eens bekijken. Bij de tweede camperplaats hebben we het snel gezien. Deze staat vol en de locatie is ook een stuk minder dan de eerste, dus terug naar nummer 1. Ook leuk om zo onderweg te zijn. Er is inmiddels een mooi plekje vrijgekomen met zicht op het meer. Ria en Fluff zien de middag in de avond overgaan, waarmee we deze dag ook afsluiten. In de nacht is het gaan regenen en bij het opstaan regent het nog steeds. En volgens het weersbericht zou dat vrijwel de hele dag zo blijven. We hebben inmiddels Le Pont verlaten en voor vandaag gaat de Grand Tour of Zwitserland door de Jura.
zich is het best een mooie route, maar ja, door de regen geniet je er toch een stuk minder van. We zijn inmiddels in Yverton-les-Bains aangekomen, waar we aan het Lac du Neuchâtel op de plaatselijke camping willen gaan staan. Door wegwerkzaamheden kost het wat moeite om er te komen. We melden ons aan en we mogen zelf uitzoeken waar we gaan staan. Dat wordt een plekje dicht bij het meer. Goedemorgen, het is waarachtig droog en daar maak ik meteen gebruik van om Fluffy uit te laten en nog wat te filmen van de omgeving. Wel een mooi beeld, de grote man die met een verrekijker het Lac du Neuchâtel in de gaten houdt. We gaan weer op weg en volgen tot aan Neuchâtel de Grand Tour of Zwitserland. En dan zijn we weer precies waar we een aantal weken geleden aan de Tour van Zwitserland zijn begonnen en is de cirkel dus helemaal rond. Nu we de Grand Tour van Zwitserland erop hebben zitten, rijden we via de autobaan en wat binnenwegen naar het Duitse Laar, waar we gaan overnachten. Schijnbaar een populaire plaats, want er is nog net een plekje vrij voor ons. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. Vandaag rijden we naar ons laatste overnachtingsadres van deze vakantie. Het is ongeveer 300 kilometer rijden, wat zonder problemen verloopt.
camperplaats ligt bij de Hertazee, vlakbij het plaatsje Holsappel. Je kunt er mooie wandelingen en fietstochten maken, iets wat wij overigens niet gaan doen. Plek staat op deze camperplaats. Altijd leuk, zo'n blij hondje. Bij de camperplaats is ook een vrijbad, ofwel zwemmen in de Hertazee. We zitten nog een tijdje bij het meer en houden het dan voor gezien voor vandaag. Down the years it's been a ride. And now I'm sorry how I'm all, it's not in tonight. And on and on. In goedemorgen. Na een rustige nacht gaan we aan de laatste rit beginnen van deze vakantie. We hebben er zin aan, want na 45 dagen Zwitserland en Italië verlangen we toch ook wel weer naar de thuisbasis. Now it's time before we go. Raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. It's falling. There's never a goodbye. Kunnen terugkijken op een geslaagde trip. We hebben maar een paar dagen regen gehad, maar daar staat tegenover dat we Italië ontvlucht zijn door extreme hitte. Maar goed, het zit erop. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.